vraag en aanbod van energie beter op elkaar af te stemmen, zijn slimme energienetwerken nodig. Alle elementen in zo'n netwerk moeten met elkaar kunnen communiceren. Dit kan alleen als er één technische standaard is die iedereen gebruikt. De vraag is welke standaard de meeste kans maakt om te worden geaccepteerd door gebruikers en bedrijven. Dat onderzoeken wetenschappers van de Technische Universiteit Delft. We gaan nu naar een collega van mij, Theo Fens. Hij woont in een huis van de toekomst. Een elektrische auto. Hey there. Hallo. Kom binnen, Geerten. Dit lijkt een normaal huis, maar eigenlijk is dit een huis waar een eerste prototype van een slim energiesysteem is geïmplementeerd. Dit dak ligt dus vol met zonnepanelen. En als er veel zon is, dan wordt de energie opgewekt. De stroom van de zonnepanelen gaat naar dit apparaat. Die stroom die wordt dan eerst in het huis gebruikt, als dat nodig is. Wat niet in het huis gebruikt wordt, dat wordt dan gebruikt, dat wordt dan opgeslagen in deze accu's. Een intelligente cv-ketel. Dat is een cv-ketel die stroom kan maken. En heb je nou het afgelopen jaar nog wat teruggewonnen? Wel degelijk. De groene balkjes die vertellen wat er opgewekt is. En de blauwe balkjes die vertellen wat er verbruikt is. Nou, je ziet dat de groene balkjes hoger zijn dan de blauwe balkjes. Ja, en daardoor is er dus meer terug in het net gevoed. We zien hier in het huis van Theo Fens dat het technisch haalbaar is om een slim energiesysteem te realiseren. Het wordt alleen nog niet op grote schaal toegepast. Er zijn nog geen algemeen geaccepteerde standaarden waarmee de verschillende componenten in het energienetwerk in het huis kunnen communiceren. Het centrale punt niet hier. Ja. Kijk, we kunnen hier zien wat de status van de accu is. Alleen het verschil is dat dit systeem nog niet gekoppeld is aan het systeem beneden, aan het home energy management systeem. Het is nog. En het probleem is niet zozeer dat er geen standaarden zijn, want er zijn heel veel verschillende standaarden ontwikkeld. De vraag is alleen welke van die standaarden worden geaccepteerd door de eindgebruiker. Om een standaard geaccepteerd te krijgen, moet je rekening houden met waarden die gebruikers belangrijk vinden. Dit speelde een rol bij de introductie van de slimme meter. Een nieuwe energiemeter die automatisch alle gegevens doorgeeft aan het energiebedrijf. Theo heeft een eerste versie van een slimme meter. Dit is nou een typisch voorbeeld van een technologie die absoluut niet geaccepteerd werd door consumenten. Consumenten pikten het gewoon niet. Het belangrijkste is dat tijdens de ontwikkeling van de standaard voor de slimme meter niet rekening werd gehouden met belangrijke ethische waarden, zoals bijvoorbeeld privacy. Inmiddels is er een nieuwe generatie slimme meters in ontwikkeling. Daarbij houdt men wel rekening met waarden van gebruikers, zoals privacy, maar ook betrouwbaarheid. Ja, we zijn hier in het laboratorium van VSL, een van de belangrijke partners in ons project. En VSL ontwikkelt nationale meetstandaarden. De beste energiemeter die we hier in Nederland hebben. De doelstelling van dit onderzoek is om de onzekerheid die bestaat onder verschillende stakeholders zoveel mogelijk te verkleinen. We zijn begonnen met een grootschalig literatuuronderzoek, want er is al heel veel bekend, hè, met betrekking tot waarden vanuit bijvoorbeeld psychologie, filosofie, maar ook vanuit innovatiemanagement. Uit die literatuur komen heel veel verschillende waarden. Uiteindelijk wil je weten welke waarden echt belangrijk zijn. Dus ga je bij de mensen langs, bij de stakeholders die betrokken zijn in het project. Zoals NEN, zoals Siemens, Ferranti, maar ook de Consumentenbond bijvoorbeeld. En daarna hebben we ze ook bij elkaar gebracht in een workshop om te kijken naar of we ook die waarden kunnen prioriteren. Belangrijk is die privacy, dat weten we eigenlijk wel. Hè? Economic development is heel erg belangrijk. Worden we er beter van als consument? Maar ook betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid van de gegevens. Zoals we net hebben gezien, meet de slimme meter wel datgene wat je daadwerkelijk verbruikt als energie. Informed consent is ook een hele belangrijke waarde. En daarmee bedoelen we eigenlijk dat je als gebruiker controle hebt over wat je wanneer doorstuurt aan informatie naar het energiebedrijf. Door met wetenschappers samen te werken, kunnen bedrijven voorkomen dat ze voor vervelende verrassingen komen te staan. Helemaal als gekozen moet worden voor een nieuwe standaard. Als er een algemeen geaccepteerde standaard is, dan kunnen we het huis van Theo Fens realiseren. Dan kan iedereen gebruik maken van de voordelen die we hebben gezien.